Bonjour tout le monde. Zoals je ziet, ik ben hier niet in mijn keuken vandaag. Het zou een beetje zot zijn, moest dit mijn keuken zijn natuurlijk. Maar ik ben wel onderweg naar mijn oma. Want ik heb verse bananenmuffins gemaakt. En wat vinden oma's leuker dan dat je je verse bananenmuffins naar hun brengt natuurlijk. Verwarm de oven voor op 200 graden en kies voor de functie boven- en onderwarmte. Schil 4 bananen en snijd ze langs de lengte doormidden. Smelt een grote klont boter in een pan. Leg vervolgens voorzichtig de bananen erin en bak ze langs beide kanten goudbruin en zalig gekarameliseerd. Vul ongeveer een vierde van een glas met goede rum en blus hiermee de bananen af. Laat de rum nog ongeveer een minuutje inkoken en zet dit dan van het vuur. Doe de bloem, het bakpoeder, het zout en de suiker in een grote kom. Meng dit door elkaar en voeg vervolgens de fijn gehakte chocolade toe. Meng dit nog eens kort door. Meng nu in een kommetje de natte ingrediënten door elkaar, dus het ei, de melk, de gesmolten boter en een theelepelke honing. Voeg de natte ingrediënten bij de droge ingrediënten en meng kort tot je een homogeen beslag hebt. Meng zeker niet te lang in het beslag, anders zullen de muffins subiet taai worden. Een paar klonters in het beslag zijn zelfs oké. Pureer nu met een vork de bananen tot een ruwe puree. Houd wel 2 halve bananen apart voor de decoratie van de muffins straks. Voeg de bananenpuree toe aan het beslag en meng dit kort door. Doe 12 papieren muffinvormpjes in een muffinvorm en vul nu de vormpjes met het beslag. Voor mij is 1 grote ijsschep per muffin altijd de ideale maat. Snijd de resterende bananen in 12 stukjes en leg op elke muffin een stukje banaan. Bestrooi de muffins met nog wat bruine suiker en bak ze vervolgens in ongeveer 20 minuten goudbruin.